Klaar voor de derde ronde? Je hebt het een beetje denk aan het ziekenhuis, dit ding. Nou. Ja, ik weet niet hoe ze het inbrachten, maar... Je zegt goed over me nagedacht. Ja, ja. De derde ronde, 4 foto's op rij, 1 hoort er niet bij. Oftewel, wie is de homoseksuele man tussen de bloeddonoren? Voor Jan-Jaap en Niek, 4 keer vol blijde verwachting. Hema Longpiller. Mm-hmm. Isabelle Stepman. Rogier Dorsman. En een Japanse rollercoaster. Wie hoort er niet bij? Longpillen van de Hema. Dat is een longpillen, ja. Ja, wat doen die? Je hebt geen idee, die ontploffen in je longen, denk ik. Zo. Nee, daar krijg je schone longen van. Schone longen van? En die worden uitgebracht door Siewert van Lien. Ah ja. En die man daaronder, die was toch van de Paralympics? Die is toch blind? Ja. Maar er is commentaar op gekomen dat hij echt niet zo slechtziend was. He? Een Pool zei... Ja. Heb je wel eens iets laten verbouwen door een Pool? Dan denk je altijd dat je met hartstikke blind bent. Ja. Dit is een soort fraude, zou het dan moeten zijn. Ja, dus die pillen zijn fraude en hij is dan fraude. En ik weet niet precies wie zij is, maar die... Ja, die heeft niks aan, volgens mij. Maar het zijn de 4. Als je 1 van de 4 niet weet, dan wordt het een lastig spelletje. Dus Isabelle Stepman, dat weten jullie niet? Ja, weet ik wel. Dat is die mevrouw die 741 keer... Klopt dat, met die rijbewijs? En gezakt is. Ja, en daar herken ik alles in. Ja. Want ik ben... dat kan je aan mijn auto nog zien. Mijn auto is in basis zwart... Maar er zitten heel veel grijze strepen op, omdat ik nog wel eens een paaltje raak en meeneem. En toen ik mijn rijbewijs haalde, ik heb echt iets van... zeg maar 3 jaar heb ik rijles gehad. Dat ging niet goed. En toen uiteindelijk, toen zei die mevrouw... voordat ik voor de 5e keer of de 8e keer examen deed... zei ze, nou, wat we doen, Joep, ik had om 10 uur examen, om 8 uur... gaan we nog even lessen, 2 uur lessen. En dan ga je de weg op. En dan, nou goed, dat hebben we gedaan. Dat was in Amsterdam-West. Ging allemaal goed. En toen zei ze om 10 uur, toen ik dus dat ging beginnen... zei ze, letterlijk, nou, doe dan maar. En we hebben het er straks nog wel over. Nou, en toen ben ik gaan rijden. En wat er gebeurd is, weet ik niet. Maar het ging foutloos. Echt waar. Ik heb niks geraakt. Iedereen, ook bij invoegen, ging lekker de hellingproef achteruit. En toen, ik was geslaagd. En toen zei die examinator tegen de mevrouw, ontzettend aardige vrouw... die zei, hij is geslaagd. En toen zei zij, kan niet. Dat is echt letterlijk. Gewoon even, daar stond ik bij. Dat is godverdomme mijn eerste diploma wat ik ooit haalde. Kan niet. En toen werd het... hij heeft het helemaal goed gedaan. Nee, en toen werd er bijna een discussie. Dat ze zei, nee, dat doen we niet. We doen er nog een jaartje bij. Maar uiteindelijk kreeg ik mijn rijbewijs. En toen heb ik als cadeau van haar... want ze vond ook wel een beetje raar dat het zo gegaan was... heb ik nog 5 lessen gehad. Serieus. Magda. Maar deze vrouw die heeft dus 700 keer... Wel heel veel. Ja, 30 jaar gelest. 30 jaar gelest. Ja. Maar die moet toch ook denken, als ik het dan eenmaal haal... dan moet ik echt niet gaan rijden. Ja. Rij je nu wel zelf? Nee, Daniel rijdt. Ja, dat is wel verstandig. Ja. Sommige mensen zijn er gewoon... Ik ken de weg naar het ziekenhuis inmiddels. Ja. Hij heeft ook een zwaailicht op zijn auto. Zwaailicht op zijn auto. Ik heb mijn rijbewijs nooit gehaald. Ik ben een paar momenten gewoon afgehaakt. Dat is een hele moeilijke rijleraar. Ik had gewoon heel slecht contact met hem. En ik weet nog dat ik ook weer tegen die rijleraar, na 10 lessen... Hij zat alleen maar te kijken van kijk lekker wijf daar, kijk lekker wijf daar, kijk lekker wijf daar. En na 10 lessen dacht ik... Ik ben homo. Ik ga het vertellen. Ik zei, rijleraar, ik ben anders. En hij schrok. En hij zei, ja, maar mijn neef ook hoor. Maar goed, dat kwam nooit meer goed. Dus ik heb een vouwfiets. Wel makkelijk op. Dan moet ik wel zeggen, Niek, ik zou me ook niet graag die rij... Als je stelt dat je gewoon dat er een man naast je zit in blinde paniek door de Koentunnel. Rijleraar, ik ben anders. Ja, dus, dan zou ik ook gewoon... Zou ik me ook kapot schrikken als rijleraar. Nou, nog leuker is als hij in de Koentunnel roept... Hé, lekker wij. Dan is hij niet blind, hè? Want daar waren 3 van de 4 zijn niet goed genoeg. De Britse Isabelle Stepman heeft na 30 jaar en meer dan 1000 lessen nog steeds geen rijbewijs. Tijdens het rijden is ze zo bang dat ze regelmatig flauw valt. Daar komt het door. Ja.
Ze heeft er wel een verklaring voor die fobie. Wellicht ben ik in een vorig leven omgekomen bij een auto-ongeluk, denkt ze zelf. Rogier Dorsman is volgens een Poolse concurrent niet blind genoeg. Hij faked zijn blindheid om mee te kunnen doen aan de Paralympische Spelen, zegt die Pool. En de HEMA verkoopt pillen voor schone longen. Leuk als je naast Tata Steel woont, maar in de kleine letters stond echter dat de werking niet bewezen is. Artsen zijn not amused en vinden de misleidende producten gevaarlijk voor de volksgezondheid, dus ook niet goed genoeg. De Japanse rollercoaster hoort er niet bij. Deze is namelijk te goed. De loeisnelle achtbaan die binnen slechts 2 seconden een snelheid bereikt van 180 km per uur, leidde bij meerdere bezoekers tot nek- en rugbreuken. Voor mensen die de schone longenpillen willen aanschaffen, ze liggen bij de HEMA op te schappen tussen de antikankerpleisters en de weg met aidsneusspray. De Poolse concurrent van Rogier Dorsman is in elk geval gedisqualificeerd, omdat hij iets heeft gezien wat hij helemaal niet zou moeten kunnen zien. 30 jaar lang iets proberen en het dan nog steeds niet kunnen. Toch zit u ook dit seizoen weer naar mij te kijken. Voor Daniel en Joop 4 dure grapjes. Een Kandinsky-schilderij. En Cristiano Ronaldo. De Amersfoortse wolf. En inwoners van Louisiana. Ronaldo? Die ging naar... Die onderhandelde met City. En toen hij wist wat hij wilde betalen, zei hij tegen United, dat kost ik. Zo ging het. En even kijken, die wolf... Die was vrij, maar die is ook weer terug. Onder het hek door. Onder het hek door, maar niet terug. Nee. Nee, alleen eruit. Dat was niet zo netjes. Ze waren met z'n tweeën eruit. Ze waren met z'n tweeën. En dus er was een beetje paniek. Zou je in paniek zijn als je een wolf zag? Ik zou meteen denken dat het een hondje is. Ik zou sowieso denken dat het een hondje was. Kom. Maar er waren mensen dus bang. Totdat je hem ziet en dan weet je zeker dat het geen hond is, volgens mij. Nee, die zijn echt best groot. Ja? Ja. En dat hij zo gaat janken naar de maan. En een klein jochie opvoedt in het bos. Ik denk, aha, dit is een ander soort hond. Het lijkt me zo leuk als er een giraf ontsnapt. Dat je dat niet ziet. Dat je daar... Dat je denkt, wat is dat voor hond? Ja, een soort hond voor een basketballer. Ja. Nou ja, ik vind het raar dat mensen dan bang zijn voor... Ik vind dat mensen überhaupt te ver van de natuur staan. Überhaupt. Dat je dan niet snapt dat een wolf veel banger is voor jou... dan jij voor een wolf. Ja, dus dierentuinwolf weet ik niet, hoor. Maar... Dierentuinwolf? Nee, die zijn gewend aan mensen. Die... Ja, nee, maar ik vind dieren in een dierentuin... Ik vind dat de dieren ook de baas moeten zijn in de dierentuin. En ik merk ook dat de dieren... Ja, maar dat kan toch niet, Jan-Jaap? Ook nee, met maar de administratie. Nee, maar ik merk... Ik weet het, Daniel. Maar ik was laatst een artist en daar was een eend... En die wilde mijn croissantje eten. En toen zei ik, ja, nee, dat gaan we niet doen. Dat zei ik ook letterlijk tegen de eend. En toen zag ik dat die eend toch ook een soort van attitude wel had. Van, luister, je bent hier in de dierentuin. Ik ken hier mensen. We waren vlak bij de leeuwenrots. Hij keek echt een beetje naar achter van, luister, ik ken hem. Dus geef het nou maar gewoon, anders regel ik shit. En? Ik heb gegeven. Ja. Ja, ik toch niet. Toen heeft hij er alsnog uitgezet. Even kijken, dus die wolf... Dat schilderij is teruggegeven. Het schilderij is... Ja. Aan de familie. Even kijken, dat... Wat was die onderste ook weer? Ja, de mensen in Louisiana, die zijn weer terug. Helemaal teruggewaaid. Ja. Ja, die zijn weer teruggegaan. Het was alsnog erg, want die man... Of hij heeft zijn huis door een pool laten doen. Maar in ieder geval, die man moet nog wel even aan de bak. Hij staat heel dicht bij de natuur. Ja, hij staat heel dicht bij de natuur. Hij is ook helemaal niet bang voor die wolf. Ja. Jij hebt iets beters? Nou ja, Ronaldo komt terug, maar is minder waard. Kandinsky is teruggekomen, zou ook minder waard geworden zijn. Of misschien wel meer. Dat huis kan ook niet in waarde gestegen zijn. Dat huis... Ik denk dat je daar nog wel wat voor krijgt. Maar niet heel veel meer. En de wolven... ik denk dat de tickets in de dierenpark Amersfoort wel duurder worden. Want het wordt toch een soort experience nu. Het ligt klaar, maar jullie maken hem niet. Dat is wel jammer. Ja. We hebben 3 van de 4 keer vrijwillig terug.
Cristiano Ronaldo keert na 12 seizoenen terug bij het Engelse Manchester United. Het Kandinsky-schilderij gaat terug naar de Joodse erfgenamen. Roof is nooit bewezen, maar de gemeente Amsterdam geeft het schilderij toch terug aan de Joodse familie Leeuwenstein. Herstel van onrecht moet voorop staan, vindt het stadsbestuur. En de staat Louisiana liet miljoenen inwoners veilig terugkeren na dreiging van de orkaan Ida. Een van de grootste orkanen die ooit over land is gekomen. Maandag ontsnapten twee wolven in de dierentuin in Amersfoort uit hun verblijf. Waarschijnlijk hadden ze een gat gegraven. Uiteindelijk zijn ze verdoofd en gevangen en niemand raakte gewond. Ze hoorden dus niet bij. Zij keerden wel terug naar hun verblijf, maar vrijwillig was dat niet. De medewerkers van het dierenpark Amersfoort zijn blij dat de wolven terug zijn. Ze missen nu alleen nog 7 geitjes. De wolven hadden een gat gegraven, maar konden volgens de directeur met euromuntjes weer veilig naar hun hok worden gelokt. We hadden geluk dat het om Duitse geldwolven ging. Hey internetgebruiker, dit was de video alweer. Tamtoe kort. Gelukkig zijn er meer video's. Lid, abonneer je of klik hier op de video. Wel jammer van je data. Kijk maar. Nice.